Het afgelopen jaar is er hier in Woudsend gewerkt aan een nieuwe boot. En het project werd Project X genoemd. En dit is hem dan, de nieuwe Antares X. Ontwerper Jan Visser kreeg de opdracht mee voor een motorboot met comfort voor langere reizen, maar ook gericht op het buitenleven zoals sloepvaarders dat gewend zijn. Dat is heel goed gelukt. Helaas overleed Jan Visser voordat de boot werkelijk klaar was en om te eren hebben ze de naam in gedeeltes op de spiegel gezet. De bestuurdersplaats is buiten hoog en droog, maar duidelijk beschut. Hier is een meevaarbank en het kombuisje is buiten, maar kan ook binnen geplaatst worden. Je ziet in deze Antares X duidelijke kenmerken terug van de Antares 55 en de 66. Echte succesnummers. De X heeft een uitwaaierende boeg, een hoog vrijboord, een klassieke tumblehome achterkant, maar desondanks moderne looks waarbij alles gericht is op genieten van het varen en de natuur. In de romp zie je aan weerszijden lange ramen die fraai meelopen in de zeeglijn van de boot. Voorop is een uitstekende ankervoorziening en leuk is dat daar aan de voorkant van de opbouw een lekker zitbankje is gemaakt. De motorisering begint standaard bij een 80 pk Janmar. Maar je ziet, de motorkamer is veel ruimer, er passen veel grotere motoren in, tot wel een 350 pk V8. Nou, hier is gekozen voor een 250 pk Janmar diesel. Straks op het open water gaan we kijken hoe hard we daar werkelijk mee kunnen. Deze boot is standaard heel rijk uitgerust. Zelf ben ik dol op stijlelementen die duidelijk maken dat details ook in een totaalconcept belangrijk zijn. Zoals deze rand. Het is niet functioneel, maar het voegt klasse toe aan het ontwerp. Dat vind ik echt mooi. De kuip is ruim en besloten. Er zijn twee smalle gangboorden, maar dat is bewust gedaan. En wel omdat hier de tent nu binnen het vrijboord van de boot valt. Nou, dat is extra mooi. Aandacht voor details. Hier is het gezellig en de eigenaarshut die is voorin. Wat ook heel slim is, is dat er een tweede tweepersoonsbed hier onder de kuipvloer is weggewerkt. Nou, dat is een ideale plek voor de kinderen of de kleinkinderen. Er zijn twee natte ruimtes. Eentje voor het toilet en die andere dat is voor de douche. Dan nog iets over de afwerking. Elektrisch systeem met een bussysteem, dat ziet er helemaal top uit. Het is hier ondiep water, het is maar 1,5 meter. Dat scheelt al een paar kilometer per uur. De topsnelheid is 32,5 kilometer. Dus op diep water kom je vast al op 36, 37 kilometer uit. De bedoeling van de werf om een motorjacht te maken met voldoende comfort voor langere reizen, maar voor de rest gericht op het betere buitenleven, is wat mij betreft helemaal gelukt. De boot is prachtig vormgegeven, uitstekend geconstrueerd en verrassend ingedeeld. De prijs start bij €225.000 en die is marktconform, want dit is een Nederlands topproduct.